Ik was 9 jaar. Ik stond bovenop de overloop en ik keek de polder in en ik zag een muur van water op het dorp afkomen. Om 6 uur 's morgens word ik wakker van een hoop geschreeuw in huis. En ik schiet de kleren aan en ik kom langs de overloop en ik kijk door het raam naar buiten. En dan zie ik echt een muur van water aankomen. En zo'n dramatisch beeld, dat vergeet je nooit meer. En wat er in mijn geheugen zit, dat vind ik ondersteund door de foto's die je hier vindt. Die schat aan foto's in het Nationaal Archief, ook over de watersnoodramp. Bijvoorbeeld dat Juliana in februari de getroffen gebieden heeft bezocht. En later, in 58, ondertekent ze dan de Deltawet. We praten over mijn herinneringen, maar mijn herinneringen die vergaan met mij. Dus ik denk dat waar we het over hebben was een grote ramp. En die moet herdacht worden in een collectief geheugen. En het collectieve geheugen heeft het Nationaal Archief om te ondersteunen. Dat is buitengewoon belangrijk voor de toekomst. De deltawerken bieden ons nog 1,20 meter ruimte voor een zeespiegelstijging.